Oh, mijn naam is Jay. En ik ben Mai. En je kijkt weer naar een gloednieuwe aflevering van It's Complicated. Yes, samen behandelen we eeuwenoude vragen en moderne problemen. Vandaag hebben we een nieuwe gast, Paolo. Welkom. Thank you. Paolo is vooral bekend aan zijn deelname aan Love Island. Je was heel erg geliefd bij de dames, omdat je zo lief was voor de vrouwen. Maar daarnaast ben je ook uh, presentator. Je Klopt. hebt je eigen podcast genaamd Invloed. Klopt. Hele ja. mooie podcast. Het gaat over mensen, voornamelijk in Rotterdam, die invloed hebben. Ja, ja. En uh, vandaag zit je hier. Yes, dankjewel. Ik ben blij. Yes. We kennen elkaar al een tijdje. En we hadden laatst een heel interessant gesprek. En het ging om dat jij je genoodzaak voelde om aan je date te vertellen dat je een beste vriendin hebt. Ja, ja. Klopt. Why? Um, omdat het altijd wel een dingetje is. En de reden dat ik het zo zeg is: um, veel mensen kennen het concept van een vriendschap tussen man en vrouw niet. En als het iets onbekend is, als jij geen mannelijke vriend hebt of een vrouwelijke vriendin, vice versa, dan, uh, dan ga je het ook niet begrijpen. Dan zie je vaak de reactie van een vrouw als, als flirten, in plaats van dat het vriendschappelijk is of andersom. Um, ik had er zelf ook moeite mee. Zeg maar, mijn ex had een, uh, een beste vriend, en dat was een man. En omdat ik geen beste vriendin had, begreep ik het niet. En daar begon het bij. Mm, nou ja. Dus het begon eigenlijk bij jezelf? Ja, ja, het begon bij mezelf. En toen maar... belanderde je zelf ook in? En toen belandde ik. Nee, toen kreeg ik er begrip voor, want ik ging vragen stellen. Oké, okay, wie is het dan? Kan je me vertellen wie hij is? En daardoor kreeg ik meer begrip, ik ging ook steeds met hem om. En toen begreep ik het concept van een vriendschap tussen man en vrouw. En uiteindelijk ging ik mijn eigen beste vriendin wat meer waarderen, waardoor ze van vriendin naar beste vriendin is gegaan. je mm. leveled mm. up. Ah, oké, okay, maar, ja. maar is het raar dat je, dat, dat je de behoefte krijgt om dat uit te leggen? Uh, de reden dat ik een behoefte heb is omdat ik. Uh, uh, nou, ik heb een vriend en die heeft, uh, die heeft hier een probleem mee gehad. Uh, wat ik daarmee bedoel, hij en zijn vrouwtje, het is dus nu zijn ex, die, uh, die hadden ja, echt een gesprek met elkaar: van oké, okay, uh, hoe gaan we hiermee om? En het, en het probleem was dat zij een collega, dus op werk had ze een collega, die, uh, die voor en na werk spraken ze elkaar af. En hij vond het niet zo flex dat dat gebeurde, omdat ze best wel veel tijd bij hem in, met hem investeerden. En um, op een gegeven moment gingen ze dingen stiekem doen. Mm. En wat ik daarmee bedoel, is dat ze ook gingen afspreken bij haar of bij hun thuis. En, um, ja, en daar wist hij niks van. En uiteindelijk is hij gewoon na werk is hij gewoon eerder thuis gekomen. Dus hij werkte van 9 tot. Hij werkte in de avond en zij werkte van negen tot 5. En 5 tot 9 bij wijze van was hij bij haar thuis. En dat gebeurde vaker en vaker. Hij kwam thuis en toen had hij ze beide betrapt in een intieme setting. Oeh. En daardoor is die wantrouwen gekomen. Want zij gaf aan: het is gewoon een mattie. Nee, maar wat ja. bleek dus, dat die vriendschap. Ja, ze zeggen wel: ze shoulder to cry on, becomes a dick to ride on. Wow, Zo okay, groot gro om wow. te zeggen. Gekke maar, en, ja, en die dat was. Nou nee, maar dat is wel wat er was gebeurd. En, en dat komt omdat ze. Ja, ze hield het geheim. Uh, ze liet hem te dichtbij komen. En ik snap dat je daardoor die wantrouwen hebt. Kijk, dit is dan wel een extreem voorbeeld. Ja. Maar dit is wel wat er plaatsvindt. Dus vandaar dat ik het belangrijk vind om van tevoren te zeggen... dit is die en die. En dat was in dit geval niet gebeurd. Uh, ze had niet van tevoren aangegeven van... Nee, ik heb een vriend, het gebeurde allemaal stiekem. En ze zei, het is maar een collega... En vooral dat zinnetje, het is maar een collega, ja, dat is levensgevaarlijk. Ja, ja, ja. Oeh, maar kijk, ja. ik, ik, ik zou het wel waarderen, bijvoorbeeld, als mijn partner, die ik dan net leer kennen, ik ga net daten met iemand, het begint nu op een level serieus ja. te worden: van oké, okay, wie? We zijn wel een ding nu. Ja. Ik zou het wel belangrijk vinden om het te zeggen. Of dat zij, of het dan tegen mij zou zeggen van luister, ik heb een Mattie. Ik ben cool, cool met die man. Als ik kom, ga je hem ook moeten accepteren. Zeg maar, zeg maar een precies, beetje dat. Precies. Ik snap, wel, ik snap wel dat je dat zegt. Nee, en dat is gewoon een open communicatie. En dat hoort ook. Er moet ja. ook een bepaalde vertrouwen zijn. En het feit dat dingen stiekem zijn gebeurd, ja, dat leidt tot meer. Ja. Dat leidt tot wantrouwen. Ik vind dit echt een interessant onderwerp, want ik heb. Echt een beste, beste vriend. Mm -hmm. uh, Hansie. Hansie, als je er kijkt. Mijn best ja, Hansie is een goede persoon om als beste vriend te hebben, man. Echt, maar ja, hij Hansie. is echt mijn ride or die. Hij is ook letterlijk... een Nee, hij is geen Hansie. <laughs> geen Hans. <laughs> Maar um, wat ik wel heb, is van... Als, als hij een relatie krijgt... Bijvoorbeeld bij zijn vorige relatie... En ik bij mijn vorige relatie... Ja. Dan... Uh, wanneer die, uh, ze wat serieuzer worden, een ja. van ons, dan uh, nodigen we elkaar uit. Gaan we bijvoorbeeld met z'n drieën dan in, in dit uh, geval? Ja. Gaan we dan wat eten? En dan stelt hij letterlijk zijn wifi aan mij voor. Duidelijk. En dan leert die wifi gewoon mij ook echt kennen als echt ja. beste vriendin. Of ja. andersom, ik mijn uh, date of mijn man aan hem, weet je wel. Dus dat doen wij altijd. Maar ik heb ooit een relatie gehad uh, waarbij. Ik nog geen beste vriend had. Dus toen was het voor mij nieuw. Dus ik heb het nu echt over een tijd geleden. En um, hij had een beste vriendin. Maar die beste vriendin, wist, dat wist ik van tevoren. Mm -hmm. Want dat was altijd al duidelijk voordat we een relatie kregen. al. Maar ik vond haar gewoon te close bij hem soms. Ja. Wat is te wat is close? Um, op de foto echt in elkaar bewijzen van spreken. Ah, okay. uh, op elkaar schoot. Te veel touch. En ik zei daar gewoon heel vaak gewoon echt wat van. Maar dat werd niet gewaardeerd. Ah, okay. En op een gegeven moment is die relatie daardoor ook stuk gegaan. En heel veel mensen zeiden me ook heel vaak van... ik kan het niet waarderen. Uh, of um, je moet het accepteren. Vriendschap is vriendschap. Duh, 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 duh. Maar nee, ik, iets vriendin. in mijn onderbuik was gewoon niet oké. Okay. Ja, ik, ik zeg je eerlijk. Als jouw beste vriendin elke keer op je schoot kwam zitten of zo. Ik kan me niet voorstellen dat je wife je dat nice vindt. Ik doe nee, dat ook precies. niet bij mijn beste vriend. Nee, nee. Dat, dat is het intieme dus. Dat is, de, dat is de grens van een vriendschap. En ik vind dat je beste vriendin... die moet dat ook respecteren van... Oké, okay, uh, mijn beste vriend die stapt nu in een relatie. Dus ik moet hem een bepaalde ruimte geven. Daar moet je voor openstaan. Maar het moest van tevoren moest hij ook nooit vrij en blij op je schoot zitten. En daarna ook niet. Dat is die Tories. Dat is die Tories. Het het wat eerlijk, bij boys je ben... bij een match ga je toch ook niet de hele tijd hangen. Snap je? Hoofd op zijn schoot zetten oh, en dat soort dingen. Kijk, ik Maak wel eens een foto zo of zo. Of, maar dat hmm. is heel wat ja, maar dat anders. Is heel wat maar anders. Dat Want dat is anders. doe ik ook anders. bij mijn boys. Op een gegeven moment waren ze helemaal zo aan het knuffelen. Nee, ik, ik kon dat helemaal echt niet. Helemaal aan het knuffelen. Ja, sorry. Knuffelen heb je helemaal. Ja. Zelfs hey, de big moeder different. van die guy zei okay. me... Ik vertrouw het ook niet. Nee, Moederlijke instinct moet hey, je sowieso. Als moeder <laughs> ja. zegt, dan is het gewoon ja. iets dus, waar je naar nou moet kijken ja. op zijn. Ja. Op zijn, ja. op zijn yes. minst, ja. ja. maar dan ligt het aan, uh, uh, aan communicatie. Want um, jij hebt hem duidelijk aangegeven van, hey, ik vind het niet prettig dat dit mm -hmm. gebeurt en er gebeurde niks. Ja, dan, dan heeft diegene, of tenminste, je ex had dan, ja, ik wil niet zeggen scheid. Maar toch wel scheiden. Ja, ja, maar kijk, maar... weet je wat de, tweede, de andere kant van dat is? Stel je voor: er is echt niks anders. Nooit geweest. Ja. Dan snap ik dat defensieve van hem of zo in een in ja, way. Ja. Maar toch vind ik: er moet zijn... je ook begrijpen hoe het voor je wife kan. Ja. Tuurlijk, er zijn grenzen. Er zijn gewoon grenzen. En je moet gewoon wederzijds respect voor elkaar hebben. En als zij dat niet prettig vindt, pas het aan. Maakt toch niet uit of je een keertje minder knuffelt? Maar ik zeg je wel één ding: kijk. Um, Hansie en ik gaan wel eens naar de bioscoop. Hij vroeg me laatst mee naar uh, Black Panther 2. maar ik was toevallig al geweest. Maar sorry, als ik in een relatie zit, moet mij man niet naar de bios met met vriendin. Mm. Ik weet niet. Je bent wel de ben Toch die, ja, ja. Want wat? Dus wat ik is nou, het met met de bioscoop dan? Is het is gewoon die ik setting. Niet. Is is die setting. Je bent. Het is donker. Het is, als je oh. date, ga je soms ook naar een bioscoop? Niet dat er wat gebeurt in de bioscoop, maar ik, ik weet niet man, ik kan niet. Mijn moeder zegt, belt me ja en wat is uh, bla bla aan doen ja. Hij zei, de bios komt met zijn beste vriendin. Angela. Angela en, als, en als hij ja. gewoon een Marvel fan is en zijn gewoon beide gewoon Marvel nerds en gewoon. Ja dan denk ik toch dat ik het een andere. Ja. ja. Oké. Okay. <laughs> of je moet erbij zijn. Tussen zo. <laughs> ja, nee, maar dan okay, dan tussens zeg tussens ik van, schat, ga maar, want ik ja. kijk geen Marvel en ik ga eens slapen vallen. Ik heb een vraagje voor jou Paolo. Um, ja, hoe lang zijn jullie al best matisch? Want dat, is wel, dat, dat is ook kan een ook dingen veranderen. Goeie ja. vraag. Nee, het, ik ken haar al sinds de middelbare school. Uh, ik ben nu 29 en ik leer haar kennen toen ik 13 was. Bijna oh, ja. de, 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 Langer dan de helft van je leven? Ja. ja. Oké, okay, dus als er iets had moeten komen, dan had het al Dan was het al gebeurd. Al gebeurd. En ik geef eerlijk toe, het begon... natuurlijk. je bent een jongetje, je ziet ineens een dame. Zij was één klas hoger. Ik vond het gewoon leuk. En ik ben in de friendzone gezet. Dat ging ik yeah. wel eerlijk. Oké. Okay. Was ja, 13-jarige jongen. Okay. Uh, en dat is er dan gebeurd. Dat en... is wel kritisch, man. Ja, I know. is wel kritisch. I know. maar niet vergeten, ik, ben een... ik was 13. En uh, ik was in de Friendsville gezet. En ik dacht, shit, wat nu? Hoe kom ik hier ooit uit? Nou, ik ben er nooit uitgekomen. En dat is ook niet erg, omdat ik die vriendschap zo erg waardeer. Omdat ik nu vanuit haar uh, een vrouwelijk perspectief op dingen, dingen krijg. Op bepaalde onderwerpen. Jij kent het vast als je met je boys aan het praten bent wat je vaak als reactie krijgt is kom wel goed bro of uh, ja joh, maakt niet uit Weet je, dat soort reacties best wel mm -hmm. uh, een reactie die je nodig hebt maar toch wat kouder en als je met een vrouw een discussie gaat over een onderwerp stelt zij toch weer die vervolgvragen of die open ja, vragen waardoor kritischer. Je toch, wat kritischer waardoor je toch ja. op een volgende punt komt en dat kan ik gewoon heel erg waarderen maar ja. wat hoe denken jullie over die bioscoop, Tori, dan Oh, ik snap wat je bedoelt, dat het een intieme setting is. Bijvoorbeeld, als we samen gaan zwemmen of zo, zou ik het ook niet leuk vinden. Snap je? Sommige dingen zwemmen. is wel raar, ja. Zwemmen is wel raar. het echt je sport We gaan naar de sauna. Ja, oké, dat is gek. Nee man, mij niet bellen. Nee, bioscoop denk ik dat ik nog wel door kan laten. Omdat er zijn gewoon mensen die gewoon echt filmfantieken zijn, toch? Het ligt eraan. Het ligt aan een situatie. Maar wat kan dan wel? Wat kan wel? Wat kan wel? Ik vind lunch oké okay, of zo. Uh, lunch vind ik ook prima. Ja, maar alles wat een soort van openbaar is, iedereen. Uh, Precies. Ja, niet intiem, dat is op zich wel easygoing. Ja. Ja. Dat doe je ook met collega's of wat dan ook. Ja. Ja. Ik heb één dingetje: ja. uh, een vraag voor jou. Oké. Okay. En dit kan nog eens interessant zijn, want ik kan er nu. Je hebt er eigenlijk al eentje op genoemd, maar beside that one kan ik er zelf niet, niet meer zo, meteen zo eentje bedenken, maar okay. noem drie voordelen van vriendschappen met andere geslachten. en misschien weet jij ook wel wat maaien maar voor jou niet even... um, dus naast of mag ik die, het vrouwelijk perspectief dat mag meenemen als je er nog drie kan noemen ja nog drie maakt het moeilijk want het is uh... Doe me in ieder geval de eerste twee kunnen we kijken. oké okay, nou uh, sowieso het vrouwelijk perspectief op een onderwerp dat is fijn uh, een vrouw heeft vaak ook wel verstand van uh, bijvoorbeeld mode dat, uh, dat dat is wel fijn als je een outfit ziet van hey uh, kan je me hierbij okay. helpen Um, haar, het voordeel van haar is, is dat zij, het is een, uh, het is een hele slimme dame. Dus um, ik waardeer het feit dat zij mij een perspectief geeft op een onderwerp. Dus ik denk, zij is een geschiedenisfreak. Dus als ik haar opbel van, hey, um, um, ik ga nu bijvoorbeeld een podcast doen of ik ga een bepaalde vraagstelling aan. Of wat ik vaak doe is dat ik uh, uh, lezingen geef of uh, gesprekken ga in de bibliotheek over. Vooroordelen of uh, arbeidsongeschiktheid... dat soort dingen, kan ik bij haar gaan, omdat zij gewoon daar verstand van heeft. Maar dat is niet per se omdat zij vrouw is, dat is gewoon mm. hoe zij yeah. is. Je ziet dat niet. Oké, shit. Yeah, thanks. <laughs> <laughs> thanks. Sorry. Ik vind het dan moeilijk, want ik, ik, ik heb niet zoveel vrouwelijke vriendinnen. Beste vriendinnen. Het is, zij is mijn beste vriendin. En het is niet. Per se, bij haar, omdat zij een vrouw is. Het is bij haar omdat zij ja, het is. Kijk, dus ik vind het een ja, moeilijke ik, ik, vraag. Ja. Wat ik al aangaf, zeg maar, ik kon, ik kon er zelf ook maar eentje precies, op noemen. Ja. Omdat, kijk, een vrouw is gewoon een vrouw. En uh, dat is nou precies wat er mis is met ons. Ja. <laughs> Wij zijn geen vrouwen. Precies. Uh, um, maar uh, verder ja, ik zie ik geen kwaliteiten die je, uh, je niet bij een man kan vinden. Die zal er wel zijn, hè? Maar nee, ik klopt. heb hem nog niet gezien. Nee, ik je hebt gelijk. Ik heb Van, niks. Um, dat is ook niet per se een kwaliteit. Maar als ik bijvoorbeeld een een guy date, ik noem maar even... ik yeah. schets even een story... Yeah. en uh, die guy doet raar... dan bel ik Hansie op en zeg Yo, ha, dit en dit is gebeurd... en dan zegt hij... schat, dit is echt een mandatory guy die guy... Snap je? Ja, maar Omdat dat is hij dus... in een mannenrol kan zien: van deze guy ja, speelt nu op ja, hoofd. Ja. Nee, deze guy is nu wel serieus, maar hij durft zijn feeling niet te zeggen. Oh. En dat is dus die mannelijke perspectief die je krijgt. Ja, op, en die op. vind ik heel ja. fijn, want de vriendinnen ja. zeggen: nee, en deze guy is emotioneel en uh, ja. <laughs> toch een vriendin. Omdat vrouwen vanuit een vrouwelijke perspectief <laughs> ja. gaan beoordelen hoe een man zijn logica werkt. Uh, oh my goodness. <laughs> <laughs> oh my dingen vraag, nee. is ja, dat, dat is een vreselijke vraag. Ja, past niet. Ja. Jij bent stier, hij is dit. Het, het, ja, het gaat ja. niet werken. Ja. Ja. Maar Hansje zeg me maar dan altijd: van nee, schat, dit en dit is het. En ik zou dit of dat proberen. Nee, precies. En, en ik denk dat dat voordeel zo groot is dat die nog meer voordelen gaan. Dat je die ik, niet eens op meer ja, hoeft te noemen. Ey, maar ik moet je wel zeggen: ik, moet je wel zeggen ja. ik kan me wel voorstellen dat het voor veel mensen echt moeilijk is om me te vertrouwen. Ik heb, ik heb ook. In het verleden iets gezien. Dat, uh, dat een guy. Een guy weet je, iedereen ja. zag het, zeg maar. Die guy had een relatie met een dame. Iedereen wist dat ze een relatie met elkaar hadden. Maar hij had op een gegeven moment in die relatie ook een soort Mattie. Hmm. Waar we hem op heel vaak mee zagen. Een vrouwelijke Mattie, om precies te zijn. Hmm. En uh, hij was niks, en was niks. Zogenaamd bababababababab. Mm -hmm. En op een gegeven moment. Nu gaat hij met die, met die, hmm. met die, eh. die dame. Hmm. Maar ik zeg, het is moeilijk, hè? En, en, Want in een vriendschap ga je ook altijd testen of er een chemistry of een feeling is. Altijd? Ik denk het wel. Sterker nog, ze hebben nu kids, alles. Dus het is ook niet van, oh. het is even, ze zijn echt, ja. ze hebben kids nu. Het is ja. gewoon, orsje, orsje gewoon. Ja. Ik geloof ja. er echt in. Dat net als bij jou, jij zegt je was dertien, je vond het er echt leuk. Ja. Het heeft niet gewerkt, jullie zijn vrienden geworden. Ja. Snap je? Dus ah, ik, ik ben denk nu echt wel tot dat je op een gegeven moment gaat kijken van... is die guy niet echt iets voor me? Je gaat het, al, is het een gedachte? Kijk, en wat het wat ding is, je, het blijft... We blijven man en vrouw. Ah, en je, we nee, we, nee, we blijven man en vrouw. Dus yeah. dat betekent dat je altijd wel het andere geslacht knap zal vinden... of altijd Tof? wel iets gaat vinden. Maar, maar, maar het is een keus die je maakt, toch? van Ik kies ervoor. Ik zie gewoon meer voordelen in een vriendschap... dan in een uh, ja, romantische keuze. Ja, ja maar, maar er is een deel ja. waar je niet voor kiest... En dat is, would I smash or pass? Daar kies je niet voor. Dat, dat is gewoon, is gewoon dat is een gewoon. gegeven. Nee, klopt. Ja, je kiest ervoor om er wel of niet op voor te besturen. Pre ja, precies. Ja. Dus daarom zeg ik al, precies. is het een Zonder dat ik snap, je weet gewoon van, ik zou hem smashen, ik zou hem passen. Zeg maar, dat weet je, minuut twee. Ja. Dat je hem hebt ontmoet. Dat bedoel ik. Dat weet je. Dat bedoel ik. Maar omdat Vaak is dat, initieert, initieert dat de eerste stap om überhaupt geïnteresseerd te zijn in elkaar, om überhaupt met elkaar te praten. En dan heb dit. je vriendschap nu misschien 16 jaar, 15 jaar later, ja. 18, 16 jaar later in ieder geval. But back then you would smash, bro. Ik, ik vind dat toch spannend of zo. Nee, ik snap meenemen? het, maar als is... ik je vriendin was, ja, wat of dan? je vriend, als zij of zei voor je, Alright. if you rolled like that, dan, dan zou ik het moeilijk vinden, man. Ondanks dat, je, dat, je, dat er een uitleg is van ik ken haar 13, sinds we zijn echt maakt. Ik zou je zeggen, zeggen, ik zou je zeggen, ik zou je zeggen, zeg maar, ik zou vinden dat ik het moet begrijpen en dat ik het moet accepteren. Maar ik zou het in praktijk gewoon niet kunnen. Zo goed ja, ken okay. ik mezelf nu wel. Ja, okay. Okay, ik dus ik zou het hem... doen, maar het nou, zou wel een uitdaging ik. zijn. Dat begrijp ik. ik en en zou dan... Dan... Soms zou ik een beetje dat jealous begrijp. doen. Om niks waarschijnlijk. En soms zou ik helemaal geen problemen ermee hebben. Maar bij hem vind ik het 13 jaar vind ik echt uh, te 16. lang. 16. 16 jaar zijn ze matties. 16 jaar zijn ze matties. Dat bedoel ja. ik, sorry. Ja. Maar kijk, Hans en ik zijn zeven jaar. Beste vrienden. Mm -hmm. Dus bij zeven jaar, en stel we hadden een verhaal net als jou, dat ik zeven jaar terug of zo, dan, zou, dan had ik dat ook Ja, gaan. maar jij weet toch niet hoe hij destijds over jou dacht? Ja, dat is wel waar. Oké okay dan. Ja, dus dat is een moeilijke nee, toering, nee, man. Het wel, ik weet het dat is een moeilijke er zijn uh, heel veel mensen denk die denk geloven het. dat het niet kan, en er zijn heel veel mensen die geloven dat het wel kan. Kijk, dat is vriendschap. Ik denk dat ik denk de reden waarom jij dit zegt is omdat vriendschap gewoon een hele stabiele basis is van een relatie. En als jij een relatie instapt en je hebt een vriend of een vriendin, dan is het gewoon op basis van vertrouwen. Ik ga ervan uit dat mijn vrouwtje niet vreemd gaat met haar beste vriend. Ja, en die, die kans moet je alles. er wel kunnen geven. Zeg Precies, maar. Ja. Ja. want het is gewoon een part of her life. En daar moet je gewoon flexibel zijn. En ik denk dat dat met alles is in een relatie. Ja. Ja. ja, ik vind wel dat, ik het, dat, dat je het zou moeten kunnen accepteren. Precies, maar hij moet niet ineens een nieuwe vriend komen of zo. Dat... Opeens? Ja. Ja, ja, maar ik heb ja, deze guy heel ja, En hij is langer, sterker, breder, betere baard. Nou, maar, ja. maar je ja, weet je nog die broek die ik zo naast je die jij niet wil aantrekken? Hij staan voor je bent in een relatie en ze raakt bevriend met iemand. Dat kan dan niet. Nou ja, niet, niet dat het zo'n intieme band is dat ze samen naar de bios gaan, gaan zwemmen. En, nou, nee man Ik zeg je eerlijk, Mayi... In mijn wereld lukt dat niet, man. In mijn hoofd lukt dat niet. Bij, mij ook bij niet jou zo, ook he? helemaal niet. Ik krijg er hoor. Precies. Ja, wij, wij kunnen het blijkbaar niet. Maar het kan, het, ja. Het bestaat wel, het bestaat, dat is het probleem niet. Het bestaat. Niet. En geloof me, er zijn vele voorbeelden waar het gewoon mis is gaan. Waar een man waar bewust het, ja. in een friendzone zit. Die, die, die onbewust in een Hij wordt in een friendzone geplaatst. Mm -hmm. En hij wacht gewoon op het juiste moment om te ontsnappen. Dus hij neemt een rol aan als vriend. Als je zegt wat ik bedoel. Ja. ja, jij bent ook gewoon mijn vriend. Ja. Toch? Ja, We delen heel veel verhalen met elkaar. En dat, ja. Hoe lang is dat nu? Drie jaar? Hoe we met elkaar werken zo iets, zo? ja. Drie jaartjes. Echt, uh, nooit ja. een soort aparte vibe of nooit. Nooit. Eens. En dat en jouw kan. En dat dat is het ook gewoon prima. Dat was nooit Heerlijk. een question om eerlijk Daarom. te zijn. Nee. Dus het, is ook een, het ligt aan de situatie. Maar het is situatie. ook hoe jij bent, hè? Ja. Jij bent niet 100%. het type meisje, vind ik dan, en dat vindt mijn wife blijkbaar dus ook, waarvan je denkt: van, oh, die gaat even achter je man aan zitten of zo. Nee, nee. Snap ik, ik bedoel? Aan de andere kant, ze kent mij ook complimenten. goed. Karma, punt, guys? Ja, ja. Dat is echt een groot maar Dat is niet ja. de type die jij bent, maar tegelijkertijd kent ze mij ook. Ja. Dus er zijn twee dingen, twee aspecten waardoor ze ze van: whatever, weet je wel. Precies, precies. Maar ja. Precies. Ik heb wel een heel leuk feitje. Okay. Want kijk, ik ben benieuwd. vrienden, beste vrienden. Een beste vriend is toch wel een label. Snap je? Dus als jij ja, zegt ja. beste vriend, dan, dan je deel je, je echt. Ja, ja dat moet je verdienen. Die heb je niet zomaar. Maar, een leuk effect. <laughs> koeien <Okay>. koeien. <laughs> hebben, echt beste vrienden, hebben echt beste vrienden. Waarmee ze het grootste deel van hun leven spenderen. Maar het is gewoon... Ja, koeien... Lijkt, naar die koeien, sorry, man? Maar als ik naar koeien kijk in de wei, denk jij leeft gewoon een lonely life, want je ja. loopt altijd alleen. En er zijn die... altijd een paar andere motherfuckers in je business, man. Je hebt juist geen privacy als je koe bent, man, in deze wereld. Ja, maar ja, je wordt altijd van elkaar gescheiden. Ze lopen helemaal alleen ineens echt op een gras, van, Maar ze hebben blijkbaar ook echt beste vrienden. Zou dat naar die koeien. Ja, ik denk dat never, man. Oude koeien uit wow. de sloot halen. je? <laughs> Nee, ik, ik wist dat net. Ben dat... je een koene? <laughs> Oké, okay. okay, voor, voor... laat me niet voor je zingen. Nee. <laughs> ik heb een, uh, als het al niet moeilijk genoeg was, ik heb een complicated question yeah, voor let's iemand. Oké, okay, ik ga het even voorlezen. Oké, okay, het zit dus zo. Ik weet dat de vriend van een vriendin van mij. Of nee, ik weet dat de vriend van een vriendin van mij vreemd gaat. Oeh. Maar ik ben inmiddels ook. Oh, wacht, wacht, wacht. Vriend van een? Dus, dus. Uh, ja, ik weet dat de vriend, vriend van een vriendin. Ah ja, ja. Dus Mega. zij is de Mattie. Zij voor jouw vriendin wordt bevriend met jouw vriend. En ze komt erachter, omdat zij ook Matties met jouw vriend is, dat je vriend vreemd gaat. Hmm. Dat is wat er nu gebeurt. Nog één keer. Oké, het zit zo. Zo begint het ook, hè? Het zit zo. Ik weet dat een vriend van een vriendin van mij vreemd gaat. Oké. Okay. Maar ik ben ook inmiddels close met hem geworden. Dus is nogmaals. Geworden met nogmaals. Hem. Ik heb een, een Mattie. Mm -hmm. En mama heeft een vriendin. Ik ben ook bevriend geworden met zijn vriendin. Gewoon matties met zijn vriendin ook. Maar nu kom ik erachter, ze gaat vreemd. Ja. Maar je bent cool met haar. Juist. Dus ja. als ik het aan hem vertel, snit ik minimaal één mattie, sowieso. Ja, precies. Dus dan is en dat... dat is heel moeilijk. Zij heeft zoiets van: moet ik me ermee bemoeien? Of moet ik me. Ik zeg je eerlijk: je main guy, waardoor je diegene kent, is je main guy. True that. Of girl. Die snap ik ook. Ja. Toch? Ja, ja. Maar die ga je ook verliezen, misschien als je iemand je opentrekt. Precies. Dus... Dan verlies je twee, Matis. Maar dan kan ik beter diegene verliezen waardoor ik. Mijn um... guy of die, of die andere Nee, je kan vrienden. ze allebei verliezen. Dus ja, ik ja, vind Hoezo? Omdat je vriendin kan ook vinden dat je lult. Oh ja, ja, ja. ja en ze ja, 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 gaat ja. gewoon nog steeds met hem. En wat nu? En wat nu er... kijkt hij jou van je aan, nu is het awkward als jullie in een ruimte zijn samen. En wat er, wat er wel is gebeurd, is stel je voor je zegt: het, van, hé, hey, uh, die en die gaat vreemd. Oké, okay, ze hebben ruzie, dit en dat. En dan komen ze toch nog bij elkaar terug. Weet je hoe fire die is? En dan ben jij. Het nee, is niet per se fire, maar jij bent nu de gebeten, Jij bent man. nu de maar the bad guy. Ik zou wel altijd hebben gewild dat diegene me had gezegd. Ja, tuurlijk heb ja, je dat snap gewild. Ik. Die dat die heb snap je gewild. Ik. Maar tegelijk, je zit met een dingetje van: oké, okay, ga ik nu mijn Marty, mijn beste vriend, snitchen bij zijn vriendin? Wat ik zou doen, ik zou tegen hem zeggen: Bro, uh, het is fucked up wat je aan het doen bent. Want ik heb nu, best wel goeie, ik heb nu een hele goede band met haar. Mm -hmm. Bro, doe iets. Je moet, ik zou hem coachen. Deelte van, van: je moet het gaan je zeggen. Je moet het man. gaan zeggen, man, bro. Ik zou hem wel een, ja. een beetje onder druk zetten. Maar wat hij uiteindelijk gaat doen, up to him. Ik, ik zeg je eerlijk het is gevaarlijk. Het is. het is echt gevaarlijk. Het is echt gevaarlijk, ja, ja. Om te gaan bemoeien. Want ik, ik heb wel eens meegemaakt: hmm. met iemand die met, ook met iemand ging. En diegene was niet eens die waar hij mee ging. Nu kom ik erachter: deze persoon gaat groot vreemd. Groot. Met groot vreemd gaan bedoel ik gewoon. Lijp, mm. Lijp. En ik dacht toen, nee, toch, ik dacht toen gewoon van, ik moet het sowieso zeggen tegen mijn mattie. Al wordt mattie boos op mij. Ik heb mijn plicht gedaan als mattie. Ja. Ik heb gedaan wat dat ik van ik hem ook. zou verwachten. Precies. Mijn beste maar het heeft beste me meneer. in de ijs gebeten. Mm. Want maar meneertje, het is wel uit de goed. Mm. Ja, maar meneertje neemt mij nu kwalijk. Wifi kijkt mij nu scheef aan van je bent die snitch. Je gunt ons geen geluk. En mijn mattie... Is blijkbaar zo into haar dat, hij, dat het hem blijkbaar niet boeit. Of, het, het, het maakt ook niet uit, dat kan nog steeds goed komen naar vreemd gaan. Maar dat het hem toch wel meer boeit dat zij moeite met mij heeft in een ruimte. Nadat ik eerlijk naar hem ben geweest. Ja. Vriendschap Faya. En hij is wel met haar nu. Dus ik weet twee dingen. Ik ben mijn matty kwijt en hij is met iemand die niet echt keert om hem. Zoals hij om haar heet. Is, het is echt een. Omdat het, ik mijn mond had gehouden. Dan, ik had het ook gedaan. Als maar wat je, was. Zei je, wat zei je de andere kinderen? Zou je het precies hetzelfde doen of zou je het toch anders ja. aanpakken? Ik wil gewoon niet meer omgaan met mensen. Ah. Die. Toen. waar ik niet zo eerlijk tegen kan zijn. Oké, okay, duidelijk, duidelijk. Ik wil gewoon niet meer met je omgaan. als ik niet zo streed tegen jou kan zijn. Duidelijk. Dus ik denk dat als je mijn Matty op een bepaald level bent. dat ik het altijd zou zeggen. of die vriendin zou zeggen van. Hey, luister dan. Ik geef je tot morgen. Want anders ben ik genoodzaakt om iets te vertellen, anders ben ik een vaya ja, ja. ja, ik hoor je. En dat als ik jouw vriendschap dan vriendschap, kwijt ben, ja, ja. eerlijk, dan, dan had het zo moeten zijn. Ik hoor je. Want ja. mijn vriendschap is voor jou dan niet zoveel waard. als, als iemand die jou blijkbaar bedriegt of zo. Eens. I agree. Ik denk dat dit het perfecte antwoord is. We zijn het allemaal met elkaar eens? Wauw. Nou, uh, nou, degene die anoniem kiest ervoor om anoniem te blijven, uh, ik hoop dat je hier een antwoord aan hebt. Ik hoop het ook. <laughs> kijk, dus goed, maar een naga kijk. nagaan van uh, of diegene ja, degene is waarmee je open kan zijn, toch? Eindconclusie. Kan je tegen diegene eerlijk zijn, ja of nee? Kan diegene ja. dat accepteren? En kan, en diegene kan die het, het accepteren. accepteren ja, dat is een mooie manier om dit. Uh... Af te sluiten. Het is alweer het En het gaat super snel. Het is ja, een complicated snel, onderwerp. Super complicated onderwerp. Ja. Maar, maar ik denk dat we wel mooie, duidelijke dingen hebben. Zeker. Stel. Mocht je zelf nu kijken en ook zo'n vraag hebben, vergeet dat niet in te zenden naar. It's complicated <laughs> at phoenix.nl. Gewoon aan elkaar vast. En dan yes. komt het bij ons terecht. Yes. En dan gaan wij er wat mee doen. Thank you, Paolo. Jullie bedankt.